Ja, toen ging het echt van erg naar heftig. Ben je nou een scheet om aan het laten? Dus het persen, echt. Ik was echt blij dat ik kon persen. Alleen het voelde gewoon zo raar. Het voelde gewoon alsof een basketbal vast zat in mijn kut. Of een tennisbal. Toen zei ik tegen die arts, mag ik naar huis? En ze keken echt naar elkaar van, is deze chick wel barkie? Oh, je mama wil nu een video maken, schat. Nou, hallo jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie mijn bevallingsverhaal delen. Ik had eigenlijk al veel eerder opnemen, maar ja, door alle drukte ben ik er nog niet aan toegekomen. Ik ga ervoor zorgen dat deze baby een beetje rustiger is. En dan kom ik weer terug. Nou, de bevalling was nogal wat. Maar laten we eerst beginnen met hoe is de zwangerschap gegaan. Want ik was natuurlijk over tijd. Ik was 41 plus 1 toen ik ging bevallen. Ik heb mezelf laten inleiden. Maar voordat ik me heb laten inleiden heb ik eerst gestript. Want op een gegeven moment, ik was heel de dag bezig met hoe kan ik ervoor zorgen dat deze baby zo snel mogelijk uitgaat. Dus ik had ook frambozenblad thee gedronken. Ik had alles gedaan. Ik had ook Mariam's bloem besteld. Die was trouwens echt een aanrader, maar daar komen we straks op terug. Het strippen is zeg maar dat ze met je vinger, met hun vinger in je punani gaan, zeg maar, om te kijken hoeveel ontsluiting je hebt. En daardoor kan het zo zijn dat je vliezen gaan breken, zeg maar, als je genoeg hebt. En als je baarmoedermond, zeg maar, dichtbij genoeg, zo mijn baarmoedermond was te ver naar achter volgens mij nog. Dus de volgende dag was ik naar het ziekenhuis gegaan. En daar gingen ze dus kijken of ik een ballonnetje moest laten plaatsen of niet. Ja, mijn schoonmoeder die heeft dus in de zorg gewerkt. En die zei van ja, door zo'n ballon krijg je een weeënstorm. En dat is echt iets wat ik totaal niet wou. Dus ik heb ook heel de tijd gezegd van ik wil die ballon niet, ik wil die ballon niet, ik wil die ballon niet. Dus zei van, ga eerst even kijken of je het überhaupt nodig hebt. Oké, okay? Doe even relax my girl. Want ik kwam binnen en het eerste wat ik zei van, ik wil die ballon niet. Ik wil die ballon niet, maar we hadden nog niet eens gekeken. Dus toen hadden we gekeken en ik had al 3 centimeter ontsluiting. Dus ze zeiden van, nou, je hebt genoeg ontsluiting. Je kan nu naar huis gaan en we bellen je wanneer je jezelf kan laten inleiden. Voor de mensen die niet weten wat inleiden is, dat is als je zeg maar, als je vlies niet uit zichzelf breken, dan moet je ze laten breken. Ja, dat was bij mij dus zo. En ik was ook op gesprek gegaan en ze zeiden van, nou, vanaf 41 tot 42 weken over tijd is de kans groot dat je een doodgeboorte hebt. En ja, dat is natuurlijk iets wat je totaal niet wilt. Dus ik dacht ook van, nou, zo snel mogelijk moet dit kind eruit. Want jij was echt aan het chillen, jongen. Jij dacht van, ze komen me maar halen, want ik kon niet. Dat is wat je dacht, ik weet het. Nou, ik ging dus naar huis met de gedachte van, oké, morgen of overmorgen is er tijd voor mij. En ja, kan ik mezelf laten inleiden. Ik vond het al heel kut, want ja, ik wil natuurlijk liever dat het gewoon uit zichzelf gaat. Ook omdat ik elke dag van mijn zwangerschap alles deelde op Snapchat. Ik moest zelfs bewijs sturen dat ik elke keer wakker werd. Ja, ik zeg jullie eerlijk, jullie zijn echt de leukste kijkers die ik ooit heb kunnen wensen. Maar tegelijkertijd was het ook heel erg stressend, want ik kreeg elke keer berichten van, ben je al bevallen, ben je al bevallen? En ook topics van, hey, is Vonneke al bevallen? En aan de ene kant vond ik het heel grappig. Maar toen ik zeg maar zwanger was. En voor mij is het natuurlijk ook allemaal nieuw. Toch, ik weet niet wat er, hoe ik me ga voelen. Wat er gaat gebeuren. Dus op een gegeven moment merkte ik wel dat ik er heel erg veel spanning van kreeg. En natuurlijk ook als je dan wakker wordt. En je maakt een leuke Snapchat. En de enige reactie die je ziet is, ben je al bevallen? Als ik mijn eten aan het filmen was. Hey, ziet er lekker uit. Ben je al bevallen? Als ik mijn outfit of the day poste. Wauw, leuke outfit. Ben je al bevallen? En ook mensen die zeggen van, ja, dit zijn gewoon oude video's. Er waren allemaal speculaties. Ja, dus ik kwam thuis met de gedachte van, oké, morgen of overmorgen gaat het gebeuren. Dan ga ik bevallen. Dus ik was al helemaal daarop voorbereid. Dus ik werd gebeld. Hey, over 2 uurtjes is iemand uitgevallen. Zou je je willen laten inleiden over 2 uur? En toen dacht ik, Oké, dus over 2 uur ga ik bevallen. Over 2 uur ga ik ergens deze dag mijn kind zien. Ja, het was even heel snel omschakelen. En eerst dacht ik van, nee, ik heb al voorbereid dat het morgen overmorgen zijn. Dus ik ga het vandaag niet doen. Maar aan de andere kant dacht ik ook van, ja, hoe eerder hoe beter. Dan ben ik er ook van af. Dus, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik was me even mentaal aan het voorbereiden. Ik was de hele tijd in de spiegel naar mezelf aan het kijken van, what the fuck, ik word gewoon iemands moeder. En, ja, toen gingen we naar het ziekenhuis. Ik, Davinio en zijn moeder. Ja, ik had natuurlijk op TikTok gedeeld van nou, hoe het allemaal ging in het begin. We kwamen daar binnen. Wat ik heel erg vond is dat ik 3 keer verkeerd geprikt ben.
Ik ben hier één keertje, waar was dat nou? Prikken ze ook weer? Oh ja, hier zo, in je vuist, voor het infuus. Hadden ze verkeerd geprikt, deed kapot van pijn. Ja, het lukt niet. Nou, kwamen er twee andere vrouwen. Die gingen in mijn andere hand prikken voor het infuus. Oh ja, we kunnen je ader niet vinden, we kunnen je ader niet vinden. Toen hadden ze geprikt en ik voelde één hele tinteling door heel mijn vinger. Hier zo. Ik zeg van, nou, volgens mij is het niet goed hoor, want ik voel door heel mijn aderen tintelen. En uiteindelijk hadden ze dus aan de binnenkant van mijn, ja, hoe heet dit? Plooi. Aan de binnenkant hadden ze het infuus gezet. Dat deed echt al kapot veel pijn. Dus dat er al drie keer verkeerd geprikt werd, kreeg ik al stress. Daarna werden mijn vliezen gebroken en dat deed gelukkig geen pijn. Maar ik heb nu nog steeds heel veel last van mijn vingertoppen. Ik heb daar eigenlijk geen gevoel. En als ik hier overheen wrijf, dan voel ik precies die tinteling van toen ze het infuus gingen zetten. Dus ik ben wel echt bang dat daar nog iets mee is. Nou, ik had natuurlijk ook W-opwekkers. Maar als je laat inleiden, krijg je ook W-opwekkers. En in het begin ging het wel goed. Dat was een beetje als menstruatiepijn. En toen dacht ik, oh, als dit het is, dan kill ik het. Nou, ik zat daar. Ik was leuk TikToks aan het maken, foto's aan het maken. Iedereen zei, ik kan snapjes aan het sturen. Ja, jongens, de bom gaat exploderen straks. En ik had ook een bad. Dus op een gegeven moment werd het toch een stukje pijnlijker. Toen ging ik in bad. Lekker chillen. En nou, toen was in één keer een omslag en ja, toen ging het echt van erg naar heftig. Ben je nou een scheet om aan het laten? Je bent toch maar aan het poepen, lieve schat. Terwijl mama jouw verhaaltje aan het vertellen bent hoe jij op de wereld bent gekomen. Kijk, wat een scheidverhaal is dit. Ja, die pijn is gewoon onbeschrijfelijk. Echt. Dus dacht ik van, oké, het doet pijn, maar kan het handelen? En op een gegeven moment, ik kon gewoon niet meer praten. Het deed zoveel pijn. En die weeën kwamen om de 2 minuten. En als die wee zeg maar voorbij was, wou ik bijkomen van die pijn. Maar toen kwam die alweer gelijk weer erin. En ik was echt alleen maar... Dat was mijn ademhalingstechniek. Dus zo... En ja, op een gegeven moment, ik kon gewoon niet meer praten. En Davinio, hè... Hij is echt erg. Hij was eerst heel de tijd tegen me aan het praten. Hallo, doet het pijn? Doet het pijn? Wat voel je? Wat voel je? En ik wil echt zeggen, hou je bek! Ik wil echt dat bed pakken en het door het raam gooien. Maar ik kon gewoon niet praten, zoveel pijn. Ik kon niet bewegen, zoveel pijn gewoon. En toen dacht hij, weet je wat? Ik ga pizza halen. Toen is hij weggegaan. Hij zei tegen zijn moeder van, ja, het gaat nu toch nog niet gebeuren. Dus ik ga even pizza halen. Toen kwam hij terug ook heel die kamer naar pizza. En ik kon nog steeds niet praten. En ik wou echt zeggen, rot op met je fucking stinkende pizza. Ik kon gewoon niks zeggen. Dus ik dacht ook van, nou, dit is het ergste. Ik hoorde hem ook klagen over, zo, die stoel doet pijn, man. Die stoel doet pijn, man. En ik irriteerde hem gewoon aan hem. Maar ik kon gewoon niks ervan zeggen. Dat irriteerde me nog meer. En ik wou ook lachen. Het was gewoon zo frustrerend allemaal. Maar hij heeft me wel echt heel veel comfort gegeven. Hij heeft mijn voeten gemasseerd, hij heeft mijn nek gemasseerd. Dus ja, hij was wel ergens goed voor tijdens de bevalling. Op een gegeven moment, ik heb dus gezegd, ik wil alles natuurlijk doen. Ik wil geen ruggeprik. Maar ik had echt niet verwacht dat die weeën zoveel pijn zouden doen. En ik denk eerlijk gezegd dat de weeën ook zo heftig pijn deden dat ik die opwekkers heb gekregen. Als alles natuurlijk gaat, doet dat wat minder pijn. Is me verteld, want ja, dit is natuurlijk mijn eerste bevalling. Ja, ik had dus zoveel pijn. En ik dacht van, kijk, als ik op 8-9 ontsluiting zit, dan ga ik gewoon doorknallen met deze pijn. Maar ik kwam dus met 3 centimeter ontsluiting binnen. En ik zat op 4 centimeter. En ik dacht, ja, dit ga ik echt niet uren nog volhouden. Dan ga ik gewoon dood. Dat gevoel had ik. En ja, toen zei ik, ja, spuit me maar gewoon lek. Ik zei, ik wil die ruggeprik. Met echt mijn laatste adem, want ik kon niet praten, toch? Ik zei, ik wil die ruggeprik. Zei ze, oké, we gaan de arts halen. Maar de arts was even aan het lunchen. En het duurde nog 1,5 uur voordat hij überhaupt kon komen met die ruggeprik. Dus dat was zo frustrerend. Ik was heel de tijd... Want ik lag tegenover een klok. En als je... Ik zag gewoon heel de tijd de tijd. Ik zag gewoon hoe lang het duurde voordat die arts er was. Het duurde echt 1 uur of 1,5 uur voordat die man er was. Toen kwam die binnen. Ik zei, schiet op. Dat was brutaal. Als ik binnen zou komen en ik zou een patiënt moeten prikken en ze zegt schiet op. Maar het is echt omdat ik zoveel pijn had. En hallo, ik was aan het bevallen. Hij moet gewoon even respect hebben. Zo zou ik nooit tegen iemand praten hoor. Dat diegene binnenkomt en ik zeg schiet op. Hij zegt ja, rustig mevrouw. We gaan nu beginnen.
Dus toen moest ik op bed zitten. Maar ik kon niet bewegen, ik kon niet draaien. Het deed zoveel pijn. Dus toen moest ik rechtop zitten. En ik moest mijn laatste kracht gebruiken om op te staan en te zitten. Oké. Toen gingen ze de ruggenprik in elkaar zetten en zo. En ze zeiden van niet bewegen. Want als ze dus die ruggenprik verkeerd prikken, dan kan het zo zijn dat je voor je leven lang verlamd bent. En ze gingen dus allereerst alle negatieve punten van een ruggenprik tegen me zeggen. Het kan ervoor zorgen dat je koorts krijgt, dat je kindje koorts krijgt. Ik dacht echt van, het boeit me allemaal geen ene fluit. Zet die ruggenprik zodat mijn pijn weg is. Toen gingen ze die ruggenprik doen. Ze zeiden van zit stil. En toen kreeg ik precies een wee. En ik dacht, hoe ga ik dit doen? Want ik zat recht. Ik had zoveel pijn. Hoe ga ik stilzitten? En toen deed ik voor mij gewoon zo mijn gezicht. Nou, die ruggenprik zat erin. De eerste 10 minuten voelde ik die heftige wee nog. Maar ik voelde het steeds langzamer weggaan. En toen waren eindelijk die weeën weg. En ik kon eindelijk weer praten en chillen. Ik was weer gezellig. Ik had trouwens Marjams bloem gebruikt. En ik denk dat dat wel echt een... Dat daardoor ook mijn ontsluiting heel snel is gegaan. In het begin natuurlijk. Want ik kwam binnen met 2-3 centimeter ontsluiting. Toen ben ik het gelijk gaan drinken. Ja, nadat ik dus die rugprik had gehad, bleef ik het drinken. Want ik dacht, oké, nu voel ik die weeën niet. En als ik er ook nog eens extra ontsluiting krijg omdat ik die Marjams bloem drink, denk ik, dat is prima, dat is perfectos. Toen voelde ik gewoon geen weeën meer. Ik was zo blij. Ik dacht, waarom heb ik die rugprik niet gelijk gedaan? En als ik ooit nog geblest word met nog een kind, ik kom binnen, ik zeg, hey, hallo, rugprik, direct. Direct, echt. Ik ga dit echt niet nog een keer doen. Tenzij ik zeg maar geen weeënopwekkers meer ga gebruiken. Wil ik wel gewoon al zeggen van oké, hou die ruggenprik standby. Maar ik wil wel eerst kijken van oké, hoe is het natuurlijk zonder weeënopwekkers. Vind je het een leuk verhaal, schat? Ja, hè? Nou, die ruggenprik zit erin. Wat ik wel irritant is dat er elke keer artsen in en uit kwamen lopen. Ik heb echt 3 keer, 4 keer moeten vertellen wat me... naam, achternaam, geboorte en de naam van mijn kind is. En dan denk ik van schrijf het even op, want het is echt frustrerend dat ik het elke keer moet zeggen terwijl ik weeën heb en aan het bevallen ben, zeg maar. Nou, dus ik had die ruggenprik en opeens voelde ik weer zo'n heftige pijn. En die artsen kwamen om het half uur of om het uur in mijn kamer om te checken. En toen vroeg ze van, nou, hoe gaat het? Toen zei ik van, ja, gaat goed, maar ik voel wel weer die heftige pijn. En toen ging ze eventjes kijken, zei ze, nou, je zit op 10 centimeter ontsluiting, je mag gaan persen. En ik dacht echt, what the fuck? Want nadat ik die ruggenprik had gedaan, tot het moment dat ik 10 centimeter ontsluiting had, dat was echt binnen 2 uurtjes. Dus ik denk omdat ik zeg maar zo relaxed was na die ruggenprik, dat de weeën veel sneller zijn gegaan. Of door Marjams bloem. Kijk, ik weet het natuurlijk niet. Maar ik denk dat en je gaat je lachen naar mama. Ja, mama heeft heel hard geperst en gepoept. Terwijl ik aan het drukken was om jouw hoofdje eruit te krijgen. Waar was ik ook weer gebleven? Ik weet het niet eens meer. Dat heb ik altijd als ik een verhaal vertel. Oh ja, die 10 centimeter ontsluiting. Ja, ik weet dus niet of het door Marjams bloem komt dat die ontsluiting zo snel is gegaan. Na de ruggenprik dan, zeg maar. Of dat ik echt relaxed was. Maar ik heb die thee echt de hele tijd nadat ik ontsluiting had gedronken. Het is trouwens ook niet echt vies hoor. Het smaakt gewoon naar, ja, kruidenthee. Je spiegelt dat je spijt omdat je aan het lachen bent, hè, mama. Zo schattig. Ja, maar ik dacht wel van, oké, ik zit nu op 7-8 ontsluiting. Dus toen ze zeiden van, je mag nu gaan persen, kreeg ik wel stress. Want dat is het moment dat je denkt, dat je weet van, oké, nu gaat het gewoon gebeuren. Nu ga je je kind eruit persen. En het persen ging dus zo snel. En ik dacht dat het persen juist veel pijn zou doen. Maar dat was juist het meest opluchtende. Omdat je dan eindelijk al die kracht, zeg maar, en al die pijn eruit kan persen. Ik heb trouwens zoveel gepoept tijdens mijn bevalling. Dat is echt niet normaal. En ik had aan Davino gevraagd. Want die artsen die waren echt kapot lang weg. En ik voelde die poep gewoon zitten. Dus ik zei tegen Davino, kan je het voor me wegvegen? Toen zei die, nou, ik hou heel veel van je, maar dat ga ik echt niet doen. Maar gelukkig was Davino's moeder erbij. En zij was verpleegkundige. Dus zij heeft zo vaak poep bij mensen weggeveegd. Dus dat had ze gelukkig even voor me gedaan. En... Hij is gewoon heel de tijd aan het lachen, zo schattig. Dus het persen, echt, ik was echt blij dat ik kon persen. Alleen het voelde gewoon zo raar. Het voelde gewoon alsof een basketbal vast zat in mijn kut. Of een tennisbal. Zo heel goed. Ik weet niet, ik had ooit zo'n rare video gezien van een vrouw die tennisballen uit de poenie schoot. Maar zo'n gevoel had ik echt van, het zit gewoon vast in je poenie.
En je moet gewoon gaan persen, drukken. En je ziet dan ook echt zo'n hoofd vastzitten. Dan vinden zij ook gelijk van, ik heb echt een trauma voor het leven. Hij heeft poep gezien, bloed gezien en hoofd. Maar ja, het was toch wel heel mooi allemaal. En toen kwam jij op de wereld. Toen hoorde ik, wah. Ja. Ja, wah. Ja, wah. Ja. Ja, dat hoorde mama toen jij eruit kwam. En toen was mama zo verliefd op jou. Toen kwam je eruit en je was zo mooi. Hij was niet paars. Hij had geen vieze afscheiding op zijn gezicht. Je weet, van die baby's die geboren worden, die hebben allemaal van die witte dingen op hun gezicht. Dat had jij niet. Je was zo mooi. En mama en papa waren gelijk helemaal verliefd op jou. Ja. Nee, hij was echt zo mooi al toen hij geboren was. Wie wist, Petey? Ja, hier. Goed zo, rustig blijven, hè? Want ik heb echt even geen zin in de gehuil. Ja, en toen was hij weer. Ik was zo verliefd op hem. Niet normaal. Echt dat gevoel is gewoon onbeschrijfelijk. Als je eigen kind uit je buik op je wordt gelegd. Het is ook zo'n gek gevoel, zeg maar, dat je zwanger bent en dan ineens niet meer. Het is echt een opluchting. En die placenta eruit drukken, dat deed ook geen pijn, gelukkig. En dat was mijn bevalling. En weet je hoe lang het duurde in totaal? 7 uurtjes. Het persje duurde 20 minuten. Ik kwam binnen om 3 uur. En om 10 uur was ik klaar. En ik had natuurlijk... Ja, maar schatje, zo kan ik toch niet praten? Het was echt super snel gegaan. En ik was echt bang dat ik een bevalling van 20 uur zou hebben of zo. Want dat hoor je natuurlijk ook. En ik dacht echt, wauw. Het moment dat hij eruit was. Ja, na een half uurtje zeg maar. Nadat hij om had gelegen bij de video was. Toen zei ik tegen die arts, mag ik naar huis? En ze keken echt naar elkaar van, is deze chick wel barky? En ze zeiden van, nou, je hebt net een rugprik gehad. Laten we eerst überhaupt kijken of je straks gaat lopen. En je gaat eerst even eten. En dan kunnen we kijken of je naar huis kan. Nou, ik stond op en ik voelde wel een beetje raar in mijn voeten. Maar ik dacht, ik wil niet doen alsof het heel veel moeite kost om te lopen. Want dan gaan ze zeggen van, ja, je moet nog een dag blijven slapen. En dat wou ik echt niet. Dus daarna werd ik gedoucht door de artsen. En trouwens, de artsen die mij hebben geholpen met mijn bevalling, echt... Ik vind het gewoon zo jammer dat zeg maar, mensen met zo'n baan minder betaald krijgen dan ja, influencers als ik, zeg maar. Zulke mensen verdienen echt, moeten gewoon echt meer verdienen. En ja, hun helpen gewoon mensen op de wereld te zetten. Ja, ik weet niet, ik vind mezelf geen nutteloze influencer, maar er zijn heel veel nutteloze influencers die echt veel betaald krijgen. Vergeleken met artsen en ja, dat is gewoon eigenlijk niet echt eerlijk. Dat is een andere discussie. Maar ze hebben mij echt heel goed geholpen. Ze waren rustig ook en niet zo stressend. En ik heb het echt heel nice ervaren. Dus de artsen die mij hebben geholpen, die dit zien. Echt, jullie zijn echt toppers. En ik ben echt heel blij dat mijn bevalling zo soepel is verlopen. Mede dankzij jullie. Ja, 7 uur en 20 minuten persen. Het is echt niet normaal. Dus ik hoop dat als ik ooit nog een kind heb, ja, die ook zo soepel verloopt. Nou, ik had ook nog een aantal vragen van jullie binnengekregen. Ik ga even zo mijn telefoon pakken, want die ben ik kwijt. Oh, hij ligt hier. Ik ga heel even deze baby rustig maken en dan kunnen we daarna straks even rustig de vragen doen. Oké, even multitasking at its finest. Nou, ik ga even de vragen opzoeken hoor, jongens. Was je uitgescheurd bij je bevalling? Nee, ik was een heel klein beetje uitgescheurd. Echt, ze zeiden van op de 1 op 4 heb je 1. Maar tijdens het plassen deed het zoveel pijn. Niet normaal. Het brandde gewoon weg. En ze zeiden van, je moet onder de douche plassen, want dan doet het minder pijn. Nou, ik had dus een paar keer onder de douche geplast. En Davine werd helemaal boos en zegt van, eeuw, heb je geplast? Het ruikt hier naar festival drugs. Onder de douche. Maar ik heb dus een product. Ik heb het nog niet op YouTube verteld, maar... Volgende maand begin ik dus een nieuw bedrijf
voor spullen voor vrouwen na de bevalling. Ik heb zelf gemerkt dat er heel veel dingen zijn die ik fijn vind voor na de bevalling, maar eigenlijk nergens echt terugzie. Dus ik had dus zo'n spuitfles gebruikt waar dus zo'n douchestraal uitkomt die je naast je wc kan zetten. En tijdens het plassen was het zo fijn, zo'n koude straal zeg maar, waar je uitgescheurd zou kunnen zijn. Of ja, een hele kleine uitscheur wat ik had. Want dat was al heel pijnlijk. Dus laat staan als je helemaal bij uitgescheurd. Oh mijn god, dan is dat product echt je lifesaver. Maar in de vlog van volgende week zal ik daar even meer over vertellen en alle producten laten zien. Maar heel klein beetje was het dus uitgescheurd. Als het een meisje zou worden, welke naam zou je er geven? Nou, het grappige is dat ik eigenlijk alleen mijn jongensnaam had opgeschreven. En Davinio had eigenlijk helemaal niks opgeschreven. Dus ik had eigenlijk zijn tweede naam is Saya. En Davinio heeft eigenlijk zijn eerste naam verzonnen. Het is eigenlijk niet verzonnen. Hij had zeg maar een droom van zijn overleden opa. En hij liep zeg maar, met hem en de kinderwagen. En hij zei heel de tijd de naam Eden, Eden, Eden. En hij werd wakker en hij dacht echt van, zo heet ik niet. En toen dacht hij van, dat zou eigenlijk wel echt een mooie naam zijn. Dus toen zei hij tegen mij van, kun je dat als eerste naam doen? En ik vond het ook wel echt een hele mooie naam. En het is natuurlijk, het heeft meer betekenis dan een naam die zomaar verzonnen is. En toen ging ik opzoeken wat de betekenis was. Het is ook een islamitische naam en het betekent verlichting in het donker. En ik vond het gewoon zo mooi. Dus ik dacht van, laten we dat gewoon als eerste naam doen. Maar ik had eigenlijk helemaal geen meisjesnamen opgeschreven. Omdat ik zo graag een jongen wou. Dat ik er niet eens over heb nagedacht. En ik wist gewoon, ik voelde gewoon, het wordt een jongetje. Had je veel cravings toen je zwanger was? Eigenlijk alleen het eerste trimester appelsap en raketijsjes. En daarna heb ik eigenlijk geen cravings meer gehad. Ik heb ook heel slecht gegeten trouwens tijdens de zwangerschap. Ik had eigenlijk helemaal geen honger. Dus ik heb niet echt veel gegeten. Ik ben ook best wel veel afgevallen tijdens de zwangerschap. Welk cijfer geef jij je bevalling op een schaal van 1 tot 10? Ik denk toch wel echt een 8 hoor. Ik ben echt blij hoe het gegaan is. De artsen die me hebben geholpen. Hoe snel het is gegaan. Alleen de opstart was eventjes stroef. Met dat prikken en die weeënopwekkers. Maar voor de rest vond ik het echt picobello. Was het echt heel pijnlijk de weeën en het persen? Wat vond je van de pijn of kon je het volhouden? Het pijnlijkste vond ik de weeënopwekkers. Zoals ik al gezegd, ik kon niet praten. Zoveel pijn had ik. En het is gewoon, die pijn is gewoon onbeschrijfelijk. Ik heb een HSG-behandeling gedaan. Dat is een behandeling dat ze zeg maar vloeistof in je baarmoeder spuiten. Zodat ze kunnen zien of alle eierstokken goed doorlopen. Dat heb ik trouwens moeten doen voordat ik zwanger was geworden. Ik had een heel kort traject. Maar dat heb ik in een andere vlog uitgelegd, dat hele verhaal. Dus ik zou zeggen, check die dan sowieso. Maar een wee voelt gewoon net als dat. En dat duurde 5 minuten, toen ging ik kapot. Dus ik wist wel al van, oké, deze pijn ga ik kunnen ervaren. Maar een paar uren lang is het toch wel even anders dan die 5 minuten. Had je veel pijn tijdens het persen? Nou kijk, het persen deed het minste pijn. Dus dat kan je van me aannemen als je ooit nog moet bevallen. Of nu zwanger bent en gaat bevallen. Het persen doet het minste pijn. Dus daar hoef je je niet druk over te maken. Ben je bang geweest in je zwangerschap? Aan het begin van de zwangerschap wel. Ik dacht van wow, ik moet gewoon een baby uit gaan persen. Maar aan de andere kant dacht ik van al onze moeders hebben het gedaan. Iedereen die moeder is, heeft het gedaan. En je ziet soms van die moedertjes die echt om alles huilen, zeg maar. Als je ze aanraakt op hun schouder beginnen ze al te huilen. En dan denk je van, oké, als hun het kunnen, dan moet ik het toch zeker kunnen. Dus dan ging ik mezelf gewoon aanpraten van, elke vrouw is me voor geweest, dus ik moet het ook kunnen. En ja, met die gedachte ben ik eigenlijk de hele bevalling ingegaan. Hey, een mommy to be hier, hoeveel dagen voor of na de dag dat je was uitgerekend ben je bevallen? En je bent een mooie moeder. Super lief. Ja, ik ben dus 41 plus 1 bevallen, dus 8 dagen na mijn uitgerekende datum. Ik heb echt gewoon een vraag, hè. Wordt je poenie weer normaal als je klaar bent met bevallen? Nou luister, de eerste 3-4 weken is het gewoon één groot gat. Dus het is belangrijk om jezelf te verzorgen. Ik heb natuurlijk dat mijn poenie laten stomen, mijn buik gebonden. En ik merk wel dat, ja, dat de schade nu weer beperkt is. Heb je erover nagedacht om in bad of gewoon thuis te bevallen? Of wist je al van het begin dat je gewoon in bed in het ziekenhuis wilde bevallen?
Nou, ik dacht gewoon van, ik wil niet thuis van, want stel er gebeurt iets, dan moet ik nog naar het ziekenhuis gaan. Daar moet je nog wachten. En ik dacht van, nee man, dat wil ik echt niet. En ik weet, bij mij gaat altijd alles fout. Als ik denk dat iets zo gaat, dan gaat het de hele andere kant op. Dus ik dacht, voor het zeker voor het onzekere, gewoon lekker in het ziekenhuis. Het liefst natuurlijk thuis, had ik dat gewild. Maar ja, in het ziekenhuis hebben ze gewoon alles. En stel, ik zou die rug... Ik kon sowieso niet, want ik moest ingeleid worden. Dus ik kon sowieso niet thuis. Maar als ik kon kiezen, zou ik wel thuis willen. Maar ik ben wel blij dat ik in het ziekenhuis ben gegaan. Want die rugprik, sfeer, het heeft mijn leven gered. Heb je hechtingen gehad? Ja, ik heb twee hechtingen gehad. Niet heel veel. Die zijn er vanzelf ook weer uitgesprongen. Omdat ik echt een heel klein scheurtje had, waren er wel nog hechtingen voor nodig. Heb je ook aanbijen gekregen na je bevalling? Nou, nee, gelukkig niet. Wat was je man, zijn reactie, toen je bevallen was? Nou, hij was ook gelijk in één keer verliefd op Ida. Hij zei ook van, oh mijn god, hij is zo mooi. Ja, iedereen was gelijk verliefd op hem. Hij was zo lief. En eigenlijk het eerste wat Davinio zei was van, nu kan ik eindelijk van die stoel af. Dat is wel echt, ik vind wel echt dat in het ziekenhuis wel echt mag gekeken worden voor comfort voor de vader, hoor. Want ja, stel je moet 20 uur wachten op zo'n, er was echt één houtstoeletje in onze kamer. En als laatste vraag, die vind ik eigenlijk best wel goed. Wat heb je allemaal in je vluchtkoffer gedaan? Nou luister, ik heb een vluchtkoffer ingepakt voor 3 dagen, denk ik wel. Qua outfits, qua spullen, qua eten. Ik heb gewoon niks aangeraakt. Alleen kleertjes voor Iden. En een andere pyjama. Want ik ging dus lachen nadat mijn vliezen waren gebroken. En dat ik zat al mijn kleren onder Rapuni vochtwater. En het grappige is dat ik Davinio's slippers had aangedaan. En hij was helemaal boos geworden. Hij zei van, eeuw, allemaal Rapuni vochtwater op mijn slipper laten vallen. En ik zei heel de tijd, ja, ik ga het schoonmaken. En ik heb het gewoon niet schoongemaakt. Ik zeg je eerlijk, ook tijdens de bevalling, Davinio heeft me echt geholpen. Hij heeft mijn been ook vastgehaald. Hij zei hoe ik moest ademhalen. Op een gegeven moment was mijn ademhaling echt ongecontroleerd. Dus hij zei van, door je neus inademen, snel uitpuffen. En ja, hij heeft me echt comfort gegeven. En na de bevalling, zeg maar, ik heb echt wel veel aan de video gehad, hoor. En ik heb echt respect voor vrouwen die dat gewoon helemaal alleen doen, weet je. En mijn schoonmoeder was natuurlijk ook bij. En het lijkt me wel echt heftig om dat in je eentje door te maken. En ook sowieso alle periodes. En na een keer, je bent net bevallen, je bent net moeder. En dan moet je zelf een kind gaan opvoeden. Ik heb echt mad respect voor alleenstaande moeders. Echt, het is toch wel anders, hoor, met een partner erbij. Als je moe bent, dan kan je zeggen van, nou, doe jij hem even. Als je even wil uitslapen. Maar als je alleenstaande moeder bent, dan kan dat gewoon niet. Je hebt wel natuurlijk vrienden en familie, maar die zijn niet altijd thuis natuurlijk. Nou, dit was mijn bevallingsverhaal. Ik wou het echt al heel lang met jullie delen, maar nu heb ik het eindelijk verteld. En ja, voor alle mommies to be die moeten gaan bevallen, heel veel succes. Je kan dit. En maak jezelf niet gek. Leef gewoon met de dag. Want als je de hele tijd gaat denken van, oh, ik moet bevallen, oh, ik moet bevallen, dan ga je zo gestrest zijn als je moet gaan bevallen. En denk gewoon van, letterlijk elke vrouw heeft dit gedaan. Dus jij kan dit ook. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En natuurlijk iets aan hebben gehad. En ik kan zeggen, hou mijn social in de gaten. Op Snapchat ben ik het meest actief daar. Als je me elke dag wil zien, elke dag mijn stem wil horen, volg me dan daar voor een Ivrana. Als je Vonneke Bonneke intikt, dan vind je me ook sowieso. En tot de volgende video. Dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer hier. Het was een lange video. Ik heb veel gepraat. En tijdens het editen word ik sowieso gek voor mijn eigen stem. Maar ik hou van jullie. En ik ben echt heel blij dat jullie mijn supporters zijn. En ik zie jullie volgende week weer. Later. Pauw, 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 pauw. Oh ja, dat kan niet meer. Ik ben nu moeder. Pauw, 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 pauw.